Goedemiddag en welkom bij het derde deel van mijn college reeks over het onderwerp medische beeldvorming voor 5 HAVO 6 VWO. We gaan het vandaag hebben over de MRI en ik ga even vertellen waar dat voor staat, hoe die werkt en een heleboel meer informatie. MRI staat allereerst voor Magnetic Resonance Imaging en daarbij wordt een patiënt die wordt blootgesteld in een groot magnetisch veld en die gaat op een gegeven moment vertellen wat er in mijn lichaam gebeurt zonder dat ik mijn lichaam ervoor hoef open te snijden. Maar hoe ons lichaam nou reageert op magnetische velden, daar moeten we even een stapje terug voor doen. Dat heeft namelijk te maken met de spin van een kerndeeltje. En bepaalde kerndeeltjes die hebben een bepaalde kwantumfysische eigenschap spin. Ik ga er niet al te diep op in dat die waar die vandaan komt. Maar je zou in ieder geval kunnen bedenken dat de spin van een deeltje aangeeft hoe zo'n deeltje reageert op een extern magnetisch veld. Zo'n spin kan eigenlijk altijd twee bepaalde waardes hebben. Die kan een bepaalde waarde up of down noemen ze die hebben. En dat heeft niet te maken met dat hij dan omhoog of naar beneden draait. Dat hebben ze gewoon, net als plus en min, hebben ze een soort van tegenstelling proberen aan te geven binnenin die woorden. Dus je kunt een bepaalde spin up en een spin down hebben. Als je nou dus op een gegeven moment dus zo'n deeltje met een bepaalde spin in een extern magnetisch veld hebt, zul je zien dat dat deeltje zich altijd, de meeste van de tijd, in de richting van het magnetisch veld op gaat stellen. Dus een spin die eerst een willekeurige kant op gericht is, zul je zien dat zo gauw er een extern magnetisch veld op komt, zal hij dus vaker in zijn laag energetische toestand, zal hij dus in de richting van het magneetveld zal die wijzen. Wat je daarmee kunt doen, is je zou op een gegeven moment een bepaalde frequentie, een bepaalde elektromagnetische golf, dus een bepaalde straling erop uit kunnen zenden, die ervoor zorgt dat zo'n kerndeeltje, als het ware die spin van het kerndeeltje wordt aangeslagen, dat hij heel even in zijn hoog energetische toestand gaat zitten. Dat je hem precies genoeg energie geeft, dat hij dus een spin de andere kant op zou kunnen draaien. Nou, en die bepaalde resonantiefrequentie, die hebben wij gekozen dat die past bij die resonantiefrequentie van het stof waterstof. Waterstof zit namelijk veel in water en dat zit namelijk heel veel in ons lichaam. Dus we hebben er op een gegeven moment voor gekozen dat we een bepaalde frequentie uitzenden die die waterstofatomen activeert. Nou, na een tijdje zal die dus van zijn hoge energetische toestand terugvallen in zijn normale laag energetische toestand, waarbij de spin in dezelfde richting als het extern magnetisch veld is. En zul je zien dat zo'n kerndeeltje dat die weer een bepaalde hoeveelheid straling uitzendt. Het ding is alleen dat die fotonen die worden uitgezonden, die lichtdeeltjes die worden uitgezonden, die worden opgepikt door spoelen, maar het ding is dat die in willekeurige richtingen worden uitgezonden. Dus je kunt alsnog vrij weinig zeggen, als je ergens een foton oppikt, kun je alsnog vrij weinig zeggen over bepaalde concentraties van waterstof en dus bepaalde concentraties van water in je lichaam op specifieke plekken. Dus we krijgen wel informatie, maar we krijgen door het toepassen van die resonantiefrequentie krijgen we alleen soort van het feit dat bepaalde deeltjes met veel waterstof in je lichaam dat die wat uitzenden. Dus we moeten het nog specifieker maken. En hoe we dat specifieker maken is door middel van een gradiëntspoel. Er zijn dus meerdere spoelen aanwezig, behalve dan een spoel die zorgt voor het extern magnetisch veld. En een spoel die zorgt voor een kleine puls aan elektromagnetische energie. Er zijn op een gegeven moment ook spoelen die ervoor zorgen, en dat noemen we gradiëntspoelen, die heel nauwkeurig in de x en de y en de z, dus de hoogte, breedte en de lengte, die ervoor kunnen zorgen dat het magnetisch veld op bepaalde plekken heel nauwkeurig kunnen aanpassen. En als we dan heel nauwkeurig kunnen weten wat de grootte van het magnetisch veld op een bepaalde plek is, kunnen we op een gegeven moment ook afleiden waar komen nou die fotonen vandaan die we ergens vandaan pikken. Dus doordat die gradiëntspoelen er heel stapsgewijs voor zorgen dat wij heel nauwkeurig weten welke gedeelte van het lichaam worden beïnvloed door welk magnetisch veld, kunnen we als het ware ook weer plakjes van het lichaam maken, kunnen we in het lichaam kijken zonder erin te snijden. Dus zo'n gradiëntspoel die zorgt ervoor dat wij naar bepaalde gebieden informatie krijgen door de spin van een kerndeeltje te activeren. Er wordt een energiepuls op uitgezonden en je zult op een gegeven moment zien dat deeltjes met veel waterstof gebieden met veel waterstof erop reageren en die zenden dan weer een foton uit zo gauw zijn kerndeeltje terugvalt naar zijn laag energetische toestand. Nou, we pikken dat aantal fotonen pikken we op en dan wordt met de computer wordt daar een beeld van gemaakt. Het beeld bestaat uit pixels en natuurlijk hoe meer informatie je erbij zit, hoe scherper jouw beeld. De volgende keer gaan we verder kijken naar meer manieren hoe je in je lichaam kan kijken. Tot dan!